Wij zijn Ivo en Karin en wij maken al 5 generaties lang de stroop van Vroolingen. Ik ben groot geworden in het fruit, hè. Vroeger, dus ik heb nooit niet anders gezien hier als fruit. Mijn ouders vroeger maakten 3-4 maanden op een jaar stroop. De rest van het jaar hadden ze ook nog klein fruit. We zitten hier nu eenmaal in de fruitstreek. Stroop maken is op zich is niet moeilijk hoor. Het is gewoon weg de goede kennis van fruit. Welke fruitsoorten horen bij elkaar, welke soorten appelen, welke soorten peren horen bij elkaar. Het is niet zo dat je een recept hebt en dat recept geldt voor alle fruit, dat is het niet. In zo'n ene ketel komt ongeveer 1000 kilo fruit, dus peren en appels, terecht om te koken. Het kookpunt van het sap van peren en appelen bedraagt ongeveer 106,4 graden. Het fruit wordt ongeveer 2,5 uur gekookt. Met schil, met pitten, alles. De scheiding van de schil, de pitten en de steeltjes, dat gebeurt eigenlijk in de pers. Het sap wat we bekomen moet dan nog eens tussen de 2,5 uur tot 3,5 uur koken. Voordat het genoeg ingedikt is dat het stroop is eigenlijk. Het indikken is gewoon weg het verdampen van het water wat erin zit in het sap. Het aantal totale vaste stoffen die de stroop bevat, dat moet 72 Brix-graden zijn. Dat is niet alleen de vruchtsuikers die erin zitten, maar dat zijn ook de vitamine, de mineralen, de koolhydraten die erin zitten. En dan kun je stroop tot 20 jaar bewaren, geen enkel probleem. Ja, het afvullen van de potjes, dat is juist zoals bij de tappen, hè. En dat, sommigen die doen dat ook rap, dus wij doen het ook nogal vlug. We gaan daar geen machines voor gebruiken, omdat het te weinig is. En het poetsen van die machines zou meer tijd in beslag nemen dan eigenlijk het afvullen zoals we het nu doen. Op een dikke half uur, 3 kwartier maximum, is zo'n 150 kilo stroop in de potjes. Het is zuiver, 100% ingedikt fruitsap. Eén potje van ons, van 300 gram bijvoorbeeld, bevat tussen de 2 kilo en 2,5 kilo fruit. Zuiver, ingedikte vorm. Het verschil tussen confituur en stroop is, confituur wordt veel suiker aan toegevoegd, terwijl onze stroop alleen enkelvoudige suikers bevat, alleen fruitsuikers. Veel planten die ik heb, die zijn diabeet, die dus onze stroop in beperkte mate natuurlijk eten en er geen enkele last van hebben. De ideale stroop voor mij, die is wat zuurig van smaak, voor mij niet te zoet. Licht van kleur, goed smeerbaar, maar ook niet te vloeibaar. En zeker geen bittere nasmaak hebben. En hij begint met. Onder de middag, wanneer we tijd hebben, ga ik hier iets eten. Dat is gewoonlijk een boterham met stroop.